Prima. Is hij hier? Ah, mooi. Mooi. Bewegen, dames. Bewegen, ja. Straks je eigen videootje draaien. 25 gulden slechts. Krijg je bed is er voor niks bij. Zo. Rek, Harry Tillema. Dat jij nog leeft, Har. Mm-hmm. Waar heb jij gezeten al die tijd? Tijdje ertussenuit geweest, Betters. Zo'n geheel verzorgde vakantie, dat ken je toch wel? Dat zelfs de was voor je gedaan wordt. Ja. Wat zeg jij voor, Har? Klein kraakje. Stel er echt niks voor. Ik begrijp niet dat ze er nog voor pakken tegenwoordig. Erg, hè, Har? Ja, vreselijk. En vertel eens, daarin wel ik. Dan ben je natuurlijk ook nog behandeld als de eerste beste misdadiger ook nog. Nou, verdomd als het niet waar is, zeg. Geen greintje respect voor een fatsoenlijk ambachtsman. Ga even lekker zitten. Jij komt vandaag fijn afreageren, hè? Dan ben je de hele dag mijn gast. Eerlijk gezegd, Betters, wou ik jou als oude gabber eens om een dienst vragen. Nee. Jij kan mij vanavond best eens even helpen bij een klein klusje. Ja, ik ken die kleine klusjes van jou. Daar begin ik liever niet aan. Jij begrijpt mij verkeerd. Dit is een schoonklussie. Ja, dat zei je toen ook met die container in Antwerpen. Dat hadden we bij Roosendaal de politie al achter ons aan. Ik ben tegenwoordig een eerzaam ondernemer, Har. Ik niet dan. Spot er nou niet mee. Het heeft me jaren gekost om eerlijk te worden. Kijk me nou eens diep in de ogen. Zou ik jou op het foute pad willen brengen? Binnen de kortste keren. Het gaat hier gewoon om een verhuizinkie, Betters. Goederen van nette mensen in Groesbeek moeten naar nette mensen hier, oh, dat is alles. Oh, dan is het helemaal niks voor mij, Har. Ik heb het zo in mijn rug, ik mag alleen nog maar mensen tillen van de dokter. Je hoeft alleen maar de auto te rijden, verder niks. Sinds wanneer word jij gereden dan? Even mijn rijbewijs kwijt. Misverstandje met de politie. Misverstandje van zo'n 30 glazen? Hooguit. En daarom mag jij mij helpen. We doen even dat verhuizinkie. En jij hebt een rug te pakken. Ja, maar ik heb het al zo te pakken in mijn rug. Zakt al. Ik weet wel dat jij mij niet zo had te zakken. Vooruit betalen? De rest na afloop. Niet schieten, haar niet schieten! Ik ben haar niet. Ik ben Lex. Waarom heb je me gebeld? Oh, Lex. Gelukkig. Ben je alleen? Ja. Het is midden in de nacht. Bertus. Ja? Je doet eng. Wat is er nou allemaal aan de hand? Help me nou even met die rits. Die zit vast. Vertel. Hé? Vertel nou. Hij heeft me belazerd. Ik kon er echt niks aan doen. Ik merkte het pas in de auto. Ah, mijn velletje. Voorzichtig dan.
Ik moest hem helpen verhuizen. Goed geld, zegt hij. Geen risico, zegt hij. Over wie heb je het? Over Harry Tillema, een oude gabber van me. Die heb je helpen verhuizen, dat je nog wat aan verdient ook. Dat is toch prachtig? Au, au, au! Oeh, oeh, bloeit het? Nee, nee. Nee, maar het is anders, Lex. Luister nou, het was een villa in Groesbeek. Hè? En die bewoners die waren toevallig niet thuis. En Harry die klimt door het raam naar binnen. Ja, en dat vond jij normaal? Nee. De voordeur die is er alleen voor Jehovah getuigen. Luister nou, Lex. Ja, het is goed met je. Hebben jullie ook nog wat meegenomen? Ja, 6 schilderijtjes. En wie heeft die schilderijtjes? Harry? Ja, ik dacht, een advocatenkantoor lijkt me wel een veilige plaats. Een veilige plaats? Je maakt ons allemaal medeplichtig. Waar is die Harry dan? Ik weet niet waar Harry is, Lex. De laatste keer dat ik hem zag was in Groesbeek. Hij rende achter de automan. Toen ik wegreed. Met die schilderij? Het lag ingepakt in de achterbak. Oh, oliebol. Je moet me helpen, Lex. Lex, de politie heb ik ook nog aangehouden. Kapot achterlicht, vlak bij die villa. Als die morgen 2 en 2 bij elkaar gaan optellen, ben ik de klos. Ja, dat ben je toch wel als die Harry je te pakken krijgt. Daarom slaap ik ook hier, die wurgt me waar ik bij ben. Maar ben je nou ook een stommeling? Het ging zo goed en dan ga je weer in de fout. Ja, maar dat wil ik ook niet. Maar waarom doe je het aan? Het rechte pad is moeilijk te begaan. Die smalle weg is moeilijk te belopen. Er komt al gauw een bochtje ingeslopen. Hoe moet je die bekoring dan weerstaan? Het rechte pad is echt geen autobaan. Een misstap is gemakkelijk begaan. De mens is zwak, dat valt niet te ontkennen. De mens staat dikwijls aan verleiding bloot. De mens is zwak, daar moet hij maar aan wennen. En naast de weg ligt levensgrote goot. Het rechte pad is moeilijk te begaan. Die smalle weg is moeilijk te belopen. Er komt al gauw een bochtje ingeslopen. Hoe moet je die bekoring dan weerstaan? Het rechte pad is echt geen autobaan. Een misstap is gemakkelijk begaan. De mens is slecht, dat hoor je soms beweren. De mens is dikwijls tot het kwaad geneigd. Mens is slecht, dat valt niet te negeren. Dus is de vraag hoe je hem beter krijgt. Hey, hey. Het rechte pad is moeilijk te begaan. Hey, hey. Die smalle weg is moeilijk te belopen. Er komt al gauw een bochtje ingeslopen. Hoe moet je die bekoring dan weerstaan? Het rechte pad is echt geen autobaan. Een misstap is gemakkelijk begaan. Het rechte pad is echt geen autobaan. Een misstap is gemakkelijk begaan. Het rechte pad is echt geen autobaan. Een misstap is gemakkelijk begaan. Is Bertus. Goedemorgen. Een kopje koffie? Waar is Bertus? Melk en suiker. Wijfie voor de laatste keer. Zwart dan. Waar is Bertus? Stel dat ik zou weten waar die zat. Wie kon ik dan zeggen dat er was? Sta jij me naar te blazen, Rebecca? Harry, natuurlijk. Harry Tillema, wie anders? Bertus, waar zit je? Boef! Wilt u echt geen kopje koffie, meneer Tillema? Het enige wat ik wil is Bertus. Dit is een zaak van leven of dood.
Geen koffie, geen Bertus. Want die is er even niet. Nou, dan zwijnt hij, hoor. Want als ik hem in mijn vingers krijg, dan maak ik een bouwpakket van hem. Nog voordat ze mij te pakken nemen. Zeg, jij hebt onze Bertus toch niks strafbaars laten doen, hè? Als we niet gepakt worden, niet, nee. Hij zou mij alleen even helpen. Een klusje, een kleinigheidje, een poppenstrontje. Bertus zou alleen even de auto rijden. Bertus weg, auto weg. En ik straks jammer de handjes achter me komt. Nou, een borrel dan? Heb jij wel eens gehoord, kind? Van iemand die een lift krijgt midden in de nacht in Groesbeek? Ja, ik logeerde dus bij mijn tante in Nijmegen. En toen kwam ik iemand tegen die was helemaal komen liften. Waar is Bertus? Bertus is even een pinguïn wegbrengen. Een pinguïn? Ja, een pinguïn. Het is zo'n dierenvriend, hè? We hielden hem hier in de koelkast. Maar ja, de beest was bang in het donker. En het begon hier ook zo ontzettend naar vis te ruiken. En ik heb die koelkast nodig. Dus nou is Bertus hem even wegbrengen naar de groenteveiling. Want dan mag hij zo lang in de koelcel wonen tot hij terug kan naar de Zuidpool. Dat is eigenlijk dood eenvoudig. Maar wat onzin! Zo'n beest kan toch best buiten in ons klimaat in maart. En dan voor de laatste keer, waar is Bertus? Bij hem thuis ben je natuurlijk al geweest. Kom ik net vandaan, daar was hij niet. Ik zal het je maar vertellen. Ja. Bertus heeft een vriendin. Een vrouw? Ja, je weet wel. Een pinguïn, maar dan anders gebouwd. En waar mag dat type met slechte smaak dan wel huizen? Eerste links, tweede rechts, nummer 68. Nou, ik hoop dat hij er is, dame, want anders ben ik gezien, hoor. Jij hebt geen flauw idee wat voor types er achter mij aan zitten. Dat zijn niet van die scharrelvarkens zoals Bertus, nee. Die jongens die schieten eerst en die stellen dan pas vragen. Frank, de geneet. Wat zijn ze? Zeg, Lex. We kunnen toch die schilderijen al even met jouw auto meebrengen? Dan we ze ergens begraven. Ja hoor. We kunnen natuurlijk ook even snel je testament laten opmaken. Oh, oh nee. Ja. Hallo. Ha. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen allemaal. Hallo, LJ. Hallo. Lex. Ben jij ineens matineus? Ja. Iets niet in orde, Lex? Ah, alles is in orde, alles is in orde. Ja. Hoe is het met meneer de Jong gegaan? Ja. Vertel me daar nou eens alles van. Wie is meneer de Jong een cliënt? Meneer de Jong, die had problemen met zijn uitkering. En onze collega Bolsenbroek is samen met hem naar de sociale dienst geweest. Een zaak een Bolsenbroek onwaardig. En de laatste keer dat ik me door jou met zo'n linkskarweitje laat opzadelen. Wat me daar is overkomen, dat geloof je niet. Ja, jij zong samen met meneer de Jong het onsterfelijke lied... Werkeloze handen. Staande ovatie. Uitkering hervat. Oh, bijna goed. Oh. Ik had ze om met de Jong te spreken leggen. Ja, ja. We hadden de zaak eigenlijk al gewonnen. En toen heb jij met je rechtse praatjes de ambtenaar daar dusdanig op de kast gekregen... dat we er voorlopig niet terug hoeven te komen? Nee, toch? Toen ik met mijn warme menselijke pleidooi iedereen in tranen had... meende ook meneer de Jong, jou meneer de Jong... zelf nog een duit in het zakje te moeten doen. Oh, dat werkt toch meestal wel? Zo'n ruwe bolster die even zijn blanke pit laat zien? Oh, dat zal ik niet ontkennen, Lex. Dat zal ik echt niet ontkennen. Hij kreeg ze echt aan het janken toen hij vertelde... dat er geen geld was om een wiegje te kopen voor de kleine... Henkie, vraagt die ambtenaar, waar slaapt dat kind dan nu? Wat warm, wat menselijk. Huh? Zegt die stommeling in de doos van de videorecorder. Ja. Wat lief, Lex, cadeautje voor me. Dat had je nou niet hoeven doen. Afblijven, Ron. Dat is een erfstuk. Ja, van mijn tante. Van mijn tante. Van allebei. Ja, dit is veiligheidsverpakking. En als je die los hebt, krijg je hem nooit meer vast. Ja, dat is levensgevaarlijk. Ik ga aan het werk. Nee. Ik heb een afspraak met de directeur van de sociale dienst. Een laatste poging om meneer de Jong alsnog aan een uitkering te helpen. Ik ben nu helemaal niet gewend zaken te verliezen. Dus dit maak ik even in orde. Ah, dat zal niet meevallen na die videodoos van gisteren. Dat valt wel mee, want die directeur komt toevallig dinsdag met zijn vrouw bij mijn ouders pimpampetten. Gezellig. Ajus.
Er was net bezoek voor je, Bertus. Toch niet ene Harry? Toch wel. En hij zal niet rusten voordat jij het intensive care van een derde rang ziekenhuis ligt. Is hij nog beneden? Nee, hij is nogal overhaast vertrokken. Die paarden hoeven ze even van mijn borst. Ja, mag ik dan nu misschien weten wat er aan de hand is? Wie is die bloeddorstige Harry? Waarom rent hij weg als hij je zoekt? En wat zit er in dat pak daar? Alles hangt met alles samen, Gon. Een korte samenvatting van het voorafgaande. Harry is mijn oude maat en die heeft me bij een inbraak betrokken. En wij zitten met het gestolen spul? Schilderijen. Voor al uw helingszaken, meester Lex Tegelaar. Ja, maar die Harry die heeft het maar steeds over mensen die achter hem aan zitten. Wie zijn dat? Ja, dat weet ik niet, maar aangezien Harry zelf niet zo'n kunstverzamelaar is, zal het zo opdrachtgevers wel zijn. Die woedend zijn omdat ze die schilderijen niet krijgen. Ja. Mooie puinhoop maak je ervan, Bertus. Weet je misschien nog een adres en een naam van de oorspronkelijke bezitter van die schilderijen? Ja. Mulder, Parklaan 12, Groesbeek. Lex, schrijf even telefoongids. Politie Groesbeek. Ja. Gras, gries, groes, pa, pi, po. Ja. Ah, dag agent, u spreekt met mevrouw Steenwijk. Ja, ik reed gisteravond met mijn Bentley over de Parklaan. Ik zag zoiets eigenaardigs. Er liepen twee ogure kerels met grote schilderijen te sjouwen in de buurt van het huis van de familie Mulder. Ja. Geen aangifte gedaan. U weet van niks. Ja, gisteravond, ja. Nou, dan heb ik mijn burgerplicht in ieder geval vervuld. Dag, agent. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Mulder. U spreekt met Van Lennep van Asuco Verzekeringen. Die 6 gestolen schilderijen, waren die eigenlijk goed verzekerd bij uw eigen maatschappij? Nee, zeker, hè? Mag ik u dan onze all-in-polis toesturen? Wat zegt u? Niets gestolen en zeker geen 6 schilderijen? Nee, dat geeft niks. Des te beter, hè, meneer Mulder? Ja, er zijn ook zoveel Mulders, je kan de krant niet openslaan. Of er staat wel weer... Meneer Mulder heeft opgehangen. Wat vreemd, Bertus. Mulder op de Parklaan, dat weet je toch zeker? Ja, God, was geen park op de Mulderlaan. Dat is toch uiterst merkwaardig. Er worden schilderijen bij je gestolen en je doet geen aangifte. Hé, hey, kijk eens. Bertus, bezoek voor je. Je vriend Harry. Aha. Ah, die Harry. Was hier de buurt? Ja, moet ik het hebben? Mag ik het alles uitleggen? Niet doen, blijf ze nou! Hammerbeet, of ik begaan ongeluk. Oh, kunnen we daar nou niet even rustig over praten? Nou, Harry is niet zo'n prater. Waar was jouw vader bedrieger? Met die handel naar een eigen klantje, zeg je? Draaf nou niet zo door. Ik moest wel draven, want jij reed weg. Omdat je me belazert, Har. Ik kan het niet met mijn geweten in overeenstemming brengen. Zie je, Harry, zo is onze Bertus nou. Laat me toch niet lachen, Bertus de Vriese geweten. Nee, jij had een koper voor die spullen. Jij hebt mij verlinkt. Echt niet, Har. Het is slecht wat je doet. Die schilderijtjes kennen wel andenkenswezen van mensen dat ze zich hebben georven. Dat er een schilderij bij zit van een oude oma die gestorven is aan de tering. Die jij van mij kan krijgen. En nou voor de laatste keer mijn schilderijtjes terug. Of ik breek 1 voor 1 al je botten. Wel ja, geweld ook nog. Het zal wel heel langzaam tot jou doordringen, meneer Tilleman. Maar er is iets mis met die schilderijen. Er klopt iets niet. Nee, natuurlijk klopt er iets niet. Ik heb mijn opdrachtgevers laten barsten, ja. En als ik die printjes niet lever, ben ik een schietschijf voor 2 van zulke kleerkasten. Inderdaad, dit is dus geen zaak die jij nog in je eentje op kan lossen. Want die kerels die maken binnen de kortste keren een jongenssopraan van jou. Maar heb jij een oplossing dan? We bedenken wel wat. Maar eerst moet jij hier weg, want je bent me iets te opgewonden. Ik ga hier niet weg zonder mijn schilderijtjes. Hij gaat hier niet weg zonder zijn schilderijtjes. Wie gaat hier niet weg zonder zijn schilderijtjes? Hé, hey, Wen. Die 2 gasten weten toch niet dat ik iets met die kraak te maken, hè? Nee. Mag ik je even voorstellen? Dit is mijn zware René. Ah, en zijn buurman Frank. Die trainen hier sinds vandaag. Gewone prijs? En vooruit betaald. Ah. Mag ik de heren dan een dorstlessertje aanbieden? En? Heeft de jong zijn uitkering terug? Heeft je vaders pimpampet verringd en de zaak weer in orde? Spot maar mee. De man bleek onkreukbaar. Afgrijzelijk voor je.
He? Dan probeer je ondanks je afkomst nog een beetje sociaal te doen. Dan krijg je de kans niet. Een heel college heb ik van hem gehad, Lex. Over gelijke monniken, gelijke kappen. Oh, 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 hoe durft hij? Ja, LJ, even ter zake. Gon en ik, die hebben een probleem. En ja, we komen er niet helemaal uit. We hebben een bolsenbroek nodig voor advies. Ja? Dat is waar. Bertus is betrokken geraakt bij de diefstal van 6 schilderijen. Nou, tegen zijn zin. En hij heeft er spijt van. En wat heb ik daarmee te maken? Nou, net zoveel als wij allemaal. Want... voilà. Daar staan ze. Wat? Gestolen goederen in mijn kantoor, maar die moeten onmiddellijk weg. Zet het raam open, dan smijt ik ze naar buiten. Rustig, Alje, rustig. Er is iets geks met die schilderij aan de hand. Er is geen aangifte gedaan. En de eigenaar doet net of er niks gestolen is. Ja, dat is allemaal verdomd interessant, Lex, maar wat moet ik daarmee? Hebben jullie Bolzenbroeks in het ouderlijk huis niet een paar schilderijtjes hangen? Een paar schilderijtjes? Goh, we hebben het duurste behang van Europa, hè? Vermeer, Ruisdaal, Van Gogh, noem maar op. Vergeleken bij huizen Bolzenbroek is het Rijksmuseum een parkeergarage. Fantastisch. Zou je dan zo vriendelijk willen zijn even naar die gestolen doeken te kijken? Ik hou er niet zo van, hoor. Maar het zijn van Heiningens allemaal. En ze zien er anders nogal verschillend uit. Ja, ja, dat is typisch van Heiningen, hè. Het zijn doeken uit verschillende perioden in zijn leven. Dit hier bijvoorbeeld is uit zijn derde huwelijk. Zijn van Heiningen's wat waard? Mooi. Een tonnetje per stuk of zo. Oh, voor een 500.000 gestolen goed in ons kantoor. Waarvan geen aangifte is gedaan. Zeg, LJ, loopt er in jouw kringen niet een kunstexpert rond? Hoeveel wil je er hebben? 1. Dat lijkt me voorlopig wel voldoende. Ik bel Onno eraf te leven voor je. Wat hij niet van schilderijen weet, moet nog geschilderd worden. En Onno, steun je mijn oordeel? Jazeker, Laurens-Jan. Dit is ontegenzeggelijk kunst. Een soort van Heiningens avant la lettre. En 200 jaar eerder geschilderd. Dit bijvoorbeeld is een watteau. Zo. De waarde wisselt met de belangstelling. En als u mij nu op de man af zou vragen... Onno Draft, wat zijn deze prentjes waard? Ja. Dan zou een Onno Draft zeggen... 1.000.000 of 5. Oeh. Als ik jou nu op de man af zou vragen, Lex Tichelaar... hoeveel jaar krijg je voor het stelen van zulke prentjes? Dan zou een Lex Tichelaar zeggen... zo'n 1 jaar of 5. Dat is fijn. Zeg, Laurens-Jan, hoe kom jij aan die doeken? Dat is een lang verhaal, dat vertelt Laurens-Jan de volgende keer. Die doeken zijn gestolen. Meent u dat nou? Die doeken zijn gestolen in 71 of 72. Helemaal niet, die zijn vannacht gestolen, zeker weten. En van wie zijn ze volgens jou gestolen, Onno? Een particulier? Museum. Hm. Ze zijn gestolen uit het huis van Herwijnen, een imposant museum hier ter stede. In 72, ja, dat was het, ja, ja, ja. Ik hoop niet dat ik je teleurgesteld heb. Integendeel, Onno, integendeel. Nou, doe de groeten aan je papa. Hè? Zal ik zeker doen, zal ik zeker doen. Dag, bedankt, hè. 5 miljoen, dat moest Harry eens weten. Maar dit is kunst. Dat zijn gewoon prachtige schilderijen. Die alle besef van geld te boven gaan. Wat is er nou mooier dan schoonheid? Wat is er nou mooier dan kunst? Want kunst met een K als een kanje valt altijd wel goed in de gunst. Wat is er zo prachtig als vrijheid, als gratie, als luister en glans? Wie houdt niet van schilder of toonkunst, van dichten, muziek of van dans? Wat is er zo mooi als een Rembrandt? Wat is er zo duur als Van Gogh? Wie kijkt er niet graag naar Picasso, of Torop, of Nelle, of Cor? Wie
Wie zwijmelt er niet bij Kandinsky? Wie zwelgt niet in Dali of Klee? Wie huivert niet bij een creatie van Rietveld of Le Corbusier? Geen stier is zoals die van Potten en Huisdaals een molen uniek. Geen dichter is fraaier dan Vondel. Verlaine is echt magnifiek. De traan van een kleine zigeuner, de schaapherder daar in het gooi. De scheepjes met onweer erachter. Mijn God, wat is kunst dan toch? Oh. Yes, er is een pinguïn wegbrengen. Hé, hey, kijk Thijs, jongens, dat is nou Harry. Tillema is de naam. Harry, hier hebben we het trio Advocato, Gon, LJ en Lex. Wie heeft die schilderijen bij jou besteld? Ik ontken alles. Harry. Jantje Jacobs. Het is jammer met de handjes. Die gozer is zo lik als een looie deur. Als ik die printen niet lever, heb ik morgen betonnen schoenen. Dan is hij er geweest. Waar? Ja. Dat zou best wel eens mee kunnen vallen, hoor. Ik maak wel even een babbeltje met onze Janneman. Heb je het nummer? Ik kijk wel link uit, hè. Frank, René, willen jullie ook wat drinken? Ja, ik heb... wacht even. Wacht, je hebt het niet van mij, hè? Nee, zeg, zo ben ik niet. Hè? Over die schilderijen. We hebben ze laten taxeren. En weet je dat die prentjes samen 5 miljoen waard zijn? Betters, noem me toch maar die borrel. En weet je, beste meneer Harry, hoe lang je de gevangenis in kan gaan voor diefstal van dergelijke schilderijen? Diefstal? Nee, voor diefstal moet je bij Betters zijn. Die heeft ze in bezit en dus gestolen. Nou, dat doet er nu even niet toe, maar ik schat het toch gauw op een jaartje of 3. Weet van niks. Dus je doet vrijwillig afstand van die schilderijen? Als ik die schilderijen zou hebben, dan zou ik er nu inderdaad wel vrijwillig afstand van doen, ja. Nog een borrel voor Harry. We hebben er weer een eerlijk mens bij. Zeg, Harry, je kan die schilderijtjes even goed nog elke dag zien, hoor. Nou ja, hoezo? Wat mag dit dan wel wezen? Dat is een museumkaart. Kan je zo vaak mee naar een museum als je maar wil. Die schilderijtjes hangen namelijk in het museum van Herwijnen. Geschonken door een anonieme weldoener. Mooi, hè? En het museum is elke dag geopend van 10 tot 5. Veel plezier ermee. Hoe kan ik jullie danken? Denk eens in haar. We hadden de keuze je naar de gevangenis te sturen of naar het museum. In de lik voel ik me tenminste thuis. Museum valt ook reuze mee, Har. Hebben ze ook cipiers, nakende wijven aan de muur. Echt waar? Zo. Bij Jantje met de handjes zijn jullie mooi vanaf. Huh? Nee. Ja, ik heb hem even gebeld of hij het leuk vond als hij in de krant kwam als de schenker van de 6 schilderijen. Huh? Maar hij bleef liever anoniem. Hmm. En toen heb ik hem uitgelegd dat je het beste anoniem blijft door je heel gedijs te houden en vooral bij 1 Harry uit de buurt te blijven. Hoe kunnen we je danken? Geen dank. Deze bemiddeling van Tichelaar en Partners kost jullie 500 gulden. Valt me nog mee? De man. Kijk eens.